Jordi Weerman, een 2-2 gelijk spel tegen de Graafschap. Met welk gevoel sta je hier? Ja, een beetje dubbel gevoel natuurlijk. Op een gegeven moment, ja, je wil winnen. Maar je voelt dat de wedstrijd in de tweede helft misschien een klein beetje uit onze handen glipt. Ja, ze komen ze 2-1 voor. Dan is het eigenlijk, ja, we moeten zorgen dat we die 2-2 maken. En ja, toen kregen we die rode kaart natuurlijk. En dan hebben ze zoiets van, ja, als het er niet in zit om te winnen, dan moeten we alles aan doen om niet te verliezen. En gelukkig hebben we dat niet gedaan. En aan de andere kant blij dat ik mijn eerste voor ADO binnen heb liggen. Ja, het is inderdaad je eerste voor ADO in de eerste helft. Je maakt de openingstreffer. Nou, je bent natuurlijk geboren en getogen in Den Haag. Ja, dat is denk ik een heel mooi moment voor jou. Ja, zeker, zeker. Ook in zo'n wedstrijd. Je voelde gewoon dat het beladen was. Onze supporters die waren goed en duidelijk hoorbaar. Nou ja, zij brachten ook wel wat mensen mee. Dus het was gewoon een goede wedstrijd. En ja, dat is zo'n wedstrijd je eerste kan maken. En een belangrijke de 1-0 natuurlijk. Dat is alleen maar fijn. En hoe lekker was het om vanaf het begin aan de start te staan? Ja, goed, goed. Natuurlijk na afgelopen wedstrijd tegen NAC ook al de basis mogen staan. Ja, vandaag weer. Ik hoop dat ik nou een mooie reeks neer kan zetten. En dat ik mezelf nog belangrijker kan maken en het team elke week kan helpen. Kun je leven met een punt vandaag? Jawel, jawel. Kijk, natuurlijk wil je altijd winnen. Alleen ja, wat ik al zei, je voelt dat hun net even iets meer overmacht op het veld hebben. En dan ja, helemaal met die rode kaarten. Ze hebben het moeilijk. Maar ja, we hebben als team geknokt, ook de jongens die erin zijn gekomen, die het verschil hebben gemaakt. En dat is niet de eerste keer. Laat zien dat we gewoon een goede ploeg zijn. En soms moet je genoegen nemen met 2-2, hoe zuur dat ook is.